De eerste beursweek van het jaar zit er weer bijna op. Eh, ontzettend veel actie op de beurs. En dat betekent dat we dit weekend weer een boordevol beursmagazine hebben bij de aandeelhouder. Waar kijken we deze week allemaal naar? We hebben een uitgebreid artikel over Jumbo en Gorilla's. Die kondigden aan dat ze gingen samenwerken voor het flitsbezorgen. En de vraag is eigenlijk: ja, wat gaat Ahold de Herzen doen? En zit er misschien wel iets in voor Justy Takeaway? Daarnaast, misschien wel het belangrijkste nieuws van deze week, de Federal Reserve. Afgelopen woensdag grote schrik op de beurs, omdat de notulen van de vergadering van de Federal Reserve werden toegelicht. En ja, dat blijkt eigenlijk dat de rente misschien wel eerder als verwacht omhoog zou gaan. Balans zou sneller worden afgebouwd. En ja, dat is natuurlijk slecht nieuws, met name voor groeiaandelen en ja, de aandelen met de forse waardering. Dus we zagen aandelen zoals Tesla, AMD, Nvidia afgelopen woensdag dan ook ja, 5-6% onderuit gaan. Lichten we allemaal toe in dit Kritiekel. Daarnaast een video van Nico. Nico die, uh, heeft gekeken naar de NASDAQ 100 en uh, ja, vraagt zich af of misschien de top wel is bereikt. Uh, we zien dat zeker de grote tech aandelen ja, deze index uh, hard omhoog hebben getrokken. En ja, zit daar misschien een einde aan te komen of niet? Uh, daar kun je de video voor bekijken. Daarnaast NEC van de week een herwaardering van het waarde van het vastgoed. Ja, wat kan je daar nou mee als beleggen? Uh, we kijken even naar Triodos. Uh, Harry Klip heeft weer de wekelijkse optietip. Dit keer op Zoom Video Communications. Daarnaast een ETF van de week. Dit keer kijken we naar een bepaald land, namelijk uh, het Verenigd Koninkrijk. En uh, ja, toch een achterblijven. Inmiddels wel hersteld uh, in vergelijking met pre-corona. Maar uh, ja, in vergelijking met de bredere aandelenbeurs toch fors achtergebleven. Uh, weinig technologie aandelen, weinig IT aandelen. En uh, ja, wij denken dat hier misschien wel uh, ja, een interessante beleggingskans ligt. Daarnaast update over voor farmers. Uh, we hebben een uitgebreid artikel over 10 jaar beleggen. Hoeveel rendement heeft dat nou eigenlijk opgeleverd? Uh, hoe beweegt de beurs in 10 jaar tijd? Dat kun je allemaal terugvinden. Daarnaast de winnaars en verliezers van 2021 op de Amerikaanse aandelenmarkt. Nou, welke sectoren hebben het natuurlijk heel goed gedaan en welke hebben het heel slecht gedaan? kijken we het, uh, uitgebreid naartoe. We zien de chip aandelen heel goed gedaan, technologie aandelen goed gedaan. Uh, ja, meer daarover in dit artikel. Chatsessie met Nico kan worden teruggekeken. Uh, Brand bij ASML geven een update over. Natuurlijk weer WhatsApp on Wall Street. De beurspuzzel. Dit keer over biotech. En ja, een vooruitblik voor volgende week. En natuurlijk uh, centraal de cijfers van Just Eat Takeaway. Nou, weer een heel mooi magazine. Uh, als je nog geen lid bent, meld je dan snel aan. 14 euro per maand. En ja, behalve het magazine, iedere week krijg je natuurlijk nog veel meer. Uh, zo publiceren we iedere week uh, enkele. Premium artikelen. Zodra er iets gebeurt op de beurs, ja, geven we daar meteen een update over aan onze leden. Daarnaast iedere twee weken de chat sessie met Nico, waar Nico ja, allerlei uh, vragen van onze leden beantwoordt. Kijk naar wat er allemaal speelt op de beurs en uh, ja, eigenlijk een uh, must voor iedere belegger. Hieronder in de video uh, in de beschrijving kun je de link vinden. En ja, vergeet ook niet om te abonneren op ons YouTube kanaal. We zijn uh, ja, door de 5000 heen. En uh, ja, uh, zorg dat je abonneert. Blijf je altijd up-to-date als er een nieuwe video is. We maken heel veel video's. En uh, ja, vergeet je niet om aan te melden, zodat je ook het magazine kunt zien.